Toen ik gevraagd werd om deze voorstelling te doen, Coming of Age, dacht ik, ja, Coming of Age is een muziektheatervoorstelling over en met drie oudere zangeressen. En ik ga met hen op onderzoek uit wat zij juist nu te bieden hebben. Er zijn drie zangeressen die over de hele wereld hebben gezworven, heel veel hebben opgetreden, heel veel soorten muziek ook hebben gedaan. Het is een grote zoektocht waarin we heel veel wordt gelachen en ook heel veel emotie langskomt. Ik ben ernstig ziek geweest. 10 jaar geleden. Alvleesklierkanker. En toen was het voor mij afgelopen. Ik kon ook geen muziek horen. Het lag helemaal stil. Op mijn 50ste heb ik besloten om te stoppen. Het soort rollen die ik moest zingen, altijd de jonge meisjesrollen. Ik voelde me geen meisje van 20 meer en ik wilde dat ook niet meer proberen uit te beelden. Nee, ik was er echt helemaal klaar mee. Maar goed, die zoen die moet nog, hè? Cora Burggraaf die brengt zo'n veilige sfeer dat je mag echt zijn wie je bent en wat je hebt aan te bieden. En je hoeft niet aan allerlei verschrikkelijke strenge normen en ethische eisen meer te voldoen. Het is veel eerlijker. Dat geeft je ook weer enorme vrijheid om je te uiten zoals je het diep van binnen voelt. Ik hoop dat het voor het publiek een ander perspectief zou kunnen bieden. Hoe je je energie kunt gebruiken op latere leeftijd. Maar ook het je laten horen als je ouder wordt. Werken met deze dames is echt een voorrecht. Ze nemen natuurlijk een schat aan ervaring mee. Heel veel relativeringsvermogen en humor. Ik hoop dat ongelooflijk veel mensen komen kijken, want het is echt de moeite waard. Ik merk zelf dat het me enorm raakt. Het is ontroerend. Ik kan niks anders zeggen. Ik vind het geweldig.